Een slang gevonden. Banana. Afrikaanse chocola. Wat is dit? Hallo, welkom in deze nieuwe vlog. Het is dinsdag, ik heb vandaag niet veel gevlogd omdat ik best wel moe ben. We hebben gisteravond, nadat we de vlog hebben afgesloten, is er nog een en ander gebeurd hier. Er zijn wat stropers geweest die in de buurt van het vee van de boer waar wij zijn geschoten hebben enzovoort. Dus er was wat actie. En daarna is er nog een slang gevonden hier in de buurt. Dus ja, heel wat gedoe. Maar goed, dus vandaag even slow down. Ik wilde jullie even laten zien. Dit zijn de huge aardappelen die Nate en de boer waar wij verblijven, op de zoon van onze host, die hij verbouwt. Guys, dit is van 3 aardappelen. Dat is toch niet normaal? Afrikaanse boontjes erbij. Komen ze naar jou toe? Hoi koeien, ik ben hier! Boes en Sue zijn vandaag in Harare. Het was de eerste planning dat ik meeging, want ze zijn daar echt de hele dag. Het is 2 uurtjes rijden. Want ik moet wat boodschappen doen. En nu gaan we als gezin naar Chennai. Dan gaan we daar boodschappen doen. Good morning, how are you? Fine. Dus nu is het plan om boodschappen te doen dat we met z'n vieren naar Chennai gaan. En omdat we de weg dan niet zo goed weten en ja, geen idee waarom, maar Alec gaat met ons mee. Die kent daar heel goed de weg en die weet waar we wat kunnen halen. Want ik moet slippers hebben bijvoorbeeld, want die van mij zijn naar de haaien. We gaan dadelijk eerst eventjes ontbijten bij Sue Saucy Sue. En daarna gaan we eventjes een beetje shopping doen met z'n vieren. En als we terug zijn, gaat Maarten bezig met de cabin die hier, ja, op de tuin gebouwd gaat worden. Maarten bespreekt even de stappen. Ik ga ze even van dichtbij bekijken. Ja, it's shaking. And it's not good. We gaan niet boodschappen doen met mama's polotje, maar met dit gebaard. Papa mag rijden. Yay. Hey guys. Tonana. Volgens mij betekent dat bye bye. Er is weer wat benzine te halen. Dus daar maken we ook altijd meteen gebruik van. Dus we zijn nu weer even aan het tanken. Toen we hier aankwamen waren er echt mega lange rijen bij het tankstation. Nu op het moment hebben ze dus weer genoeg in de pompen. Je ziet ook in de schappen van de supermarkt dat ze, ja, bijna geen variatie hebben aan spullen. En bepaalde dingen mag je ook echt maar 1 product van meenemen per persoon. Je ziet ook dat mensen die bij de kassa staan best wel weinig producten kopen. Dus ja. De iced tea die ik jullie heb laten zien, die is op. En ze verkopen die dus bij Saucy Sue. En we gaan nu naar de mevrouw toe die die dingen maakt en verkoopt. Ja, dat zijn ze. Jij vindt het ook lekker, hè? We gaan nu mee naar binnen en ze gaat ons laten zien hoe ze het maakt. Want ze was net, ze wilde net beginnen om het te maken. Ze zegt wel, het is Zimbabwean style. Dus schrik niet, het is niet clean factory stuff. Dus nou ja, we gaan het zien. Ze zet alles klaar en in de tussentijd krijgen we lekker een kopje thee aangeboden. I'm not gonna tell you what goes in, I mean. So this is... I'd rather make a concentrate. When I first started, I tried to boil the whole thing and that never worked. Okay. So I've learned a lot of tricks of the trade doing it. I've been doing it for about 3 years now. Rox is my favorite assistant. Hey. Can you hold the... The lemon juice is the most important. It's always a guessing game with Zimbabwean products because it changes. It changes from day to day. Very Zimbabwean. Yeah.
me that needs a little bit of water. Wow. Roxanne does the labeling, which is again by hand. So when we get orders of like 500, it's a lot of fun. Er zit een timer op, die zegt, zet ze op 8 seconden, want dan is het flesje vol en heeft ze 3 seconden tijd om naar een volgend flesje te gaan. Wow. Thanks guys, thanks. Nou jongens, dan volgt er nu eens een Afrikaanse shoplog. Notitieboekjes, er valt hier genoeg te noteren. De kids mochten iets kiezen, Lea heeft dit gekozen. En Nikki dit setje. Mijn slippers waren kapot, dus ik heb hiervoor, wat is dat? 11 Afrikaanse dollars. Dat is ongeveer 3 euro. Slippers gekocht. Deze, to put in the Malrone, as you know. Koekjes, snoepjes en nog meer koekjes. Over het algemeen zeggen ze dat hier minder troep gebruikt wordt, bijvoorbeeld bij het bewerken van groenten en zo. Dus dat is wel fijn. Echt bio producten heb je hier niet. Dus cheddar, gouda, dit is tonijn, yoghurt, mangosap, melk, dit is jam, mayonaise. Hier dan de groentes, brood, broodjes, appels en tomaatjes. Ik heb even 10 minuutjes een dutje gedaan. En we gaan even kijken bij de mannen. Dat is goed. We gaan hier een huisje maken voor extra vrijwilligers. Met 2 slaapplaatsen, wc, douche, keukentje erin, een bureautje erin. Een prachtig uitzicht. Die bomen zijn slecht. Deze hier, die stammen. Die begint te rotten. Dus we hebben in het bos hebben we die hardhouten bomen gezaagd. Dus die waren al kapot of zo meestal? Die waren al gestorven. En dan gaan we allemaal zoals dat daar stammetjes in de grond graven. Dat is ons fundament. En dan hebben we van de bomen, fundament. Die stammen. En dan gaan we de vloer bouwen. Pietje helpt mee? Nee, Pietje die bewaakt dat er geen slangen komen. Ah. Pietje, waar zijn de slangen? Hey, nieuwe slipjes. Net als toen we die maand op weg waren met onze caravan en bij vrienden logeren, toen ons huis een maand op Airbnb stond. Waar we allemaal mensen ontmoeten, spontaan, onverwachts. Is dat hier ook het geval? Gisteravond zat hier een mevrouw aan tafel. Superleuke klik. En zij heeft volgens mij 5 of 6 kinderen. En zij doet homeschooling. Zij woont in Zambia met haar man en haar kinderen. Zij gebruikt een internationaal programma ACE. Dus ACE. Ik heb vanmorgen eventjes gewoon eens gekeken naar wereldschool. Dat is de officiële methode die je kan gebruiken als je als Nederlander zeg maar homeschooling wil gaan doen. Dus ja, ik ben gewoon eens eventjes aan deze. En wat ik nu aan het doen ben, dus nog geen 7 uur volgens mij, maar ja, hier worden de kinderen om 5:30 al wakker, want dan is het licht en de vogeltjes beginnen te fluiten en zo. Ik ben pannenkoekjes van gisteravond oppakken. Ik mag van mijn pannenkoek proeven. Ah, wat lief dat jullie delen. Voor jou en je groeten. Hier wordt ook iemand wakker. Ja. Staat Pietje al voor de deur? Hey, friends! Deze twee gaan weer naar huis, Nens. Papa, volgende keer gaat Kelly naast mij gaan staan en toen was hij aan mij gaan lachen. Nee! Ja, dat vond ik leuk gisteren. Doen we hier ook maar een beetje homeschooling, hè? En wat is dit? Muts. Ja? Muts. Wat zie je nog meer? Ster. Ster. Jongens, wat is dit? Wat is dit? Jongens, ik weet niet wat dit is, maar dit is echt vet. Een regenboog rondom de zon en hier is een andere boog. En daar is nog een regenboog. Hey guys, papa's. Werken. Ze gaan vandaag volgens mij
Maarten heeft bedacht hoe ze een soort machine zelf kunnen maken waarmee ze makkelijke houtstammen kunnen tillen, transporteren, iets. En dat gaan ze vandaag maken. En Lea slaapt. Ik heb net een papa's broekzak bij het doen van de was een krijtje gevonden. Dus dat is heel mooi. Dan kunnen we buiten een beetje homeschooling doen. Ja, en ja. Zes, mis. En de laatste? Mek. Yes. Ik heb hier alle was in één ding gegooid, in één wasmachine. Ja, je gaat hier niet zeg maar wachten tot je 6 verschillende kleuren wasjes bij elkaar hebt. Dus alles in één. Dat hoort er ook gewoon een beetje bij. En Lea is mee te helpen, is goed. Dat ding rondom de zon wat ik vanmiddag heb laten zien, vanochtend een halo, zeg ik dat goed, halo, is een aanwijzing waarschijnlijk ervoor dat het gaat regenen. Als het richting de avond gaat, dan gaan we meestal beginnen om de deur te sluiten, want hier zijn best wel veel gekke beestjes. Vanochtend werden Maarten en ik om 4:45 wakker, hoorden zo en uiteindelijk kwamen we erachter dat in zijn kussen, zeg maar onder zijn kussenhoes, onder het tweede kussenhoes, zeg maar, een beestje zat, een kever. Lizards, kleine lizards, en soms een grote lizard zijn hier, spinnen, gekke wespen, bijen. Dus ik ga maar even beginnen om de ramen dicht te doen. En dat is heel goed en heel lief. De meid, Amai noemen we haar, dat is de tegenwoordige moeder, mama. Die doet overdag alle ramen open. Zelfs die ramen die bijna niet dicht gaan. Dus het is soms even een klus om die dicht te krijgen. Zoals deze. Onze vriend is ook weer hier. Ik heb 4 filmpjes voor hun gedownload gisteren even tussendoor. En daar vermaken ze zich tussendoor eventjes mee. Als ze even moe zijn. Oké. Dat is natuurlijk wel zo slim om deze ook dicht te doen. Nathan, de zoon van Bruce en Sue, heeft achter op zijn veld zaklampen gezien, dus misschien stropers. Zij is daar even naartoe samen met Bruce, met de jeep, om te checken. Sue kwam even langs om even gewoon te vertellen en iPad terug te brengen of wat dan ook. En met dat ze de deur open doet, komt BJ, Nicky's vriend, naar binnen en nog een andere hond komt meegepiept. Dit is Mickey. En BJ is gewoon naar Nicky's kamer toe gerend. En die ligt nou op de klamboe aan de voeten van Nick. Zondagochtend. We gaan op avontuur. Okay.
What do you do? I'm on the rapport. Dan ga je zo de lucht met een speer werpen, ja? Hard work. Ja. Yeah! Yeah! Goed zo!